Bij de start van een nieuwe beleidsperiode evalueren de gemeenten elk beleidsdomein om een actieplan op te maken voor de volgende beleidsperiode. We evalueerden het beleidsdomein mobiliteit met de Vlaamse tool lokale gezondheidsindicator mobiliteit. Waregem scoort niet zo goed wanneer het gaat over gezonde luchtkwaliteit en verkeersgeluid. Vooral in de buurt van de E17, de expressweg en de Gentseweg is er een hoog verkeersgeluid. Een aantal invalswegen, zoals de Henri straat Franklin Rooseveltlaan en Vijfseweg, scoren ook slecht voor luchtkwaliteit. De vervuilde lucht blijft er langer hangen door de dichte bebouwing. De mindere luchtkwaliteit en het hoge verkeersgeluid wijzen op heel druk verkeer in Waarhem. We scoren ondanks het drukke verkeer boven het Vlaamse gemiddelde als het over verkeersveiligheid en actief pendelen gaat. Uit de analyse van verkeersongevallen blijkt dat er meer ongevallen gebeuren in Waregem's centrum dan in de deelgemeente. Nochtans geven snelheidsmetingen aan dat er niet sneller gereden wordt in Waregem dan in de deelgemeente. Het aantal ongevallen in het centrum is hoger omdat het er veel drukker is dan in de deelgemeente. Doorgaand verkeer weren in het centrum is daarom een belangrijke uitdaging om het aantal ongevallen naar beneden te krijgen. Waregem scoort goed wanneer het gaat over actief pendelen. Veel mensen gaan voor hun woon-werk of woon-schoolverkeer te voet, met de fiets of ze nemen het openbaar vervoer. Uit de lokale fietsstellingen blijkt dat het aantal fietsers in Waregem jaar na jaar stijgt. In september 2018 hebben we 2624 fietsers geteld die in de ochtendspits naar het centrum fietsen. Buiten het centrum zetten we actief in op de aanleg van fietspaden. In het centrum is daar geen ruimte voor. Er komt wel meer ruimte vrij voor fietsers als we het doorgaande verkeer weren. De stijgende bevolking is de grootste uitdaging voor de toekomst. Elk jaar komen er ongeveer 150 huishoudens bij in Waregem. Het gemiddelde autobezit in Vlaanderen is 1,2 auto's per huishouden. Zo komen er elk jaar 180 auto's bij in Waregem. Volgens prognoses zal de Waregemse bevolking de volgende tien jaar evenveel groeien als de voorbije tien jaar. Dit is een grote uitdaging voor de mobiliteit, want er zijn weinig mogelijkheden om het wegennet uit te breiden door de dichte bebouwing. Het is nodig om de doorstroming op de invalswegen te verbeteren en het doorgaande verkeer in het centrum te weren. In het centrum van Waregem zijn er heel wat straten waar er vroeger inrichtingsverkeer ingevoerd werd. Hierdoor is het bij evenementen en werken in het centrum een uitdaging om de binnenstad bereikbaar te houden. De maatregelen in het nieuwe mobiliteitsplan mogen de bereikbaarheid niet verminderen. Het centrum van Waregem is een handelscentrum, maar er zijn ook heel wat scholen en werknemers en er komen meer mensen in het centrum wonen. Daarom zijn er maatregelen nodig om de mobiliteit te beheersen. We vermijden doorgaand verkeer in de woonstraten en zorgen voor vlotter verkeer op de ring. Hiervoor baken we de leefbuurten af, waar doorgaand verkeer ontmoedigd wordt. Deze leefbuurten zijn de groene zones op de kaart rechts op de slide. Op de linkerkaart zie je de aangewezen route naar Waregem Zuid, het hart van onze stad. Mensen van ver buiten Waregem komen naar onze stad voor de scholen en handelszaken. Het mobiliteitsplan moet rekening houden met een vlotte bereikbaarheid van de scholen en handelszaken. Zo zorgen we ervoor dat de fietsers vlot hun weg vinden in het centrum en niet mee in de file staan. In elke straat is het juiste parkeerbeleid nodig om te vermijden dat bestuurders op de voetpaden parkeren. Dit zorgt voor een veilige doorgang voor voetgangers. In schoolomgevingen hebben we extra aandacht voor het weren van doorgaand verkeer. In het centrum van Waregem selecteren we vier leefbuurten. Elke maatregel in het mobiliteitsplan toetsen we aan deze leefbuurten. De geplande maatregelen mogen immers niet leiden tot extra verkeer in deze buurten. Op de rechterkaart zie je dat een lokale omweg trouwens weinig impact heeft op de route die de mensen dagelijks volgen. Doorgaand verkeer weren is noodzakelijk om de levenskwaliteit in de leefbuurten te verhogen. Voor voetgangers en fietsers is het veilig en prettig als er geen doorgaand verkeer is. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog altijd de kortste route naar hun bestemming nemen door de leefbuurten. Het ontwerpmobiliteitsplan bevat vijf maatregelen om het verkeer vlotter te laten verlopen en vijf maatregelen om het verkeer te sturen. Op deze kaart zie je de vijf locaties waar we werken aan een vlottere doorstroming voor het doorgaande verkeer. Ter hoogte van de expressweg zijn er dagelijks files in de joseph du straat en Desselgemse weg. De voornaamste oorzaak is dat het linksafslaand verkeer het doorgaande verkeer belemmert wanneer het groen licht is. Het stadsbestuur heeft een bureau aangesteld om dit kruispunt te bestuderen. Dit studiebureau stelt voor om in de Joseph-Dutois-straat en Desselgemse weg afzonderlijke voorsorteerstroken aan te leggen voor het verkeer dat linksaf wil. Dit zal zorgen voor vlotter verkeer in de zijstraten van de expressweg. Tijdens de studie van het kruispunt van de expressweg met de joseph straat stelde het studiebureau vast dat er veel verkeer uit de Pijkstraat komt dat via de joseph straat linksaf richting autosnelweg rijdt. Dit is verder in detail bestudeerd. 28% van het verkeer in de Pijkstraat komt al van de industriezone in de Roterijstraat. Dit verkeer hoort via de Weg en de Expressweg naar de E17 te rijden, want dat is de voorkeursroute. Tijdens de inspraakperiode denk mee met Waregem hebben een aantal mensen gevraagd om maatregelen te nemen in de groene wandeling. De inwoners wensen meer verkeer in deze fietsstraat en willen een voetpad. Uit de fietsstelling blijkt dat de groene wandeling de straat is met het hoogste aantal fietsers in Waregem. Veel van deze fietsers komen van Sint-Heloïs via de Roterijstraat of van Desselgem via de Fietsersbrug. We stellen voor om in de Groene Wandeling eenrichtingsverkeer in te voeren. Auto's zijn enkel nog toegelaten van de Hugo-Vrieststraat naar de Roterijstraat. Voetgangers en fietsers kunnen beide richtingen blijven volgen. Door het eenrichtingsverkeer kan je van de industriezone in de Roterijstraat niet meer door de wijk Tgaverke naar de expressweg rijden. Daarmee halveert het verkeer in de fietsstraat en kunnen we een volwaardig voetpad aanleggen. Het lokale verkeer naar het Gaverke kan via de Hugo Vrieststraat en de Rosé van Steenbruggenstraat rijden. Het is een beperkte omweg voor een veiligere en aangenamere fietsstraat. In de ochtendspits zijn er elke dag files in de jozef straat en Henri-Lebbe-straat richting centrum. Als het groen licht is voor de Dutoisstraat en de Lebbestraat, moet het linksafslaand verkeer richting station eerst het verkeer doorlaten dat van het centrum richting expressweg rijdt. Zo belemmeren de linksafslaande voertuigen het verkeer dat achter hen komt. Op deze kruispunten is er geen ruimte voor linksafstroken. We hebben ons de vraag gesteld of het nodig is dat verkeer vanaf de Vennestraat via de Dutoisstraat en Lebbestraat naar de Zuiderlaan rijdt. Het is van de Vennestraat immers even makkelijk om via de nieuwe kluifrotonde in de Westerlaan naar de Zuiderlaan te rijden. We stellen voor om eenrichtingsverkeer in te voeren in de kleine stukjes Jozef-Dutroisstraat en Henri-Lebbestraat tussen de Zuiderlaan en de Vennestraat. Auto's kunnen dan enkel nog van de Zuiderlaan naar de Vennestraat of Stormestraat. Voetgangers en fietsers kunnen beide rijrichtingen blijven volgen. Door deze maatregel zal het verkeer richting Centrum veel vlotter verlopen in de Dutoisstraat en Lebbestraat. Op het kruispunt van de Zuiderlaan met de Damweg en Hippodroomstraat staan er in de spitsuren een gemachtigd opzichter en een politieinspecteur om de leerlingen te helpen om de Zuiderlaan over te steken. Gelijktijdig begeleidt de politieinspecteur het verkeer dat de Damweg verlaat richting Zuiderlaan. Dit zorgt voor een file in de Zuiderlaan tussen de Nokerseweg en de Damweg, terwijl het verkeer op de ring vlotter hoort te verlopen dan in de zijstraten. We stellen voor dat de politieinspecteur in de toekomst enkel nog de leerlingen helpt om de Zuiderlaan over te steken. Het verkeer dat het centrum verlaat kan via de Keukeldam en Churchilllaan naar de Zuiderlaan rijden. Dit zal zorgen voor vlotter verkeer op de ring. Vanaf de snelweg is de beste route naar het centrum via de expressweg en de verbindingsweg. Heel wat bestuurders rijden nog altijd via de Franklin Rooseveltlaan en Holstraat. Dit zorgt voor geluidsoverlast en slechte geluidskwaliteit in deze straten. En in de spitsuren staan er files in de Holstraat en Zuiderlaan. We stellen voor om de aangewezen route via de Expressweg en Zuiderlaan te promoten door de verkeerslichten op het kruispunt van de Zuiderlaan met de Holstraat aan te passen. Het verkeer in de Zuiderlaan krijgt langer groen. Dit zorgt voor een vlottere doorstroming op de ring. De stad wil een veilige fietsroute aanleggen tussen Anzegem en Waregem. Daarvoor komen er nieuwe fietspaden in de Anzegemse Weg, en Franklin Rooseveltlaan. In het verlengde van de Kalkhoevenstraat en Keizerstraat komt er ook een fietsersbrug over de E17. Daarom stellen we voor om de voorrang te wijzigen op het kruispunt van de Franklin-Rooseveltlaan en Wortegemse Weg. De fietsroute tussen de Wortegemse Weg en Rooseveltlaan krijgt voorrang op het verkeer dat van de autosnelweg via de Rooseveltlaan naar het centrum rijdt. Dit zal bestuurders ontmoedigen om zo nog naar het centrum te rijden. De vijf maatregelen voor vlotter verkeer dragen bij tot een vlottere doorstroming op de invalswegen en op de ring. Deze maatregelen zijn echter onvoldoende om het doorgaand verkeer in het centrum te weren. Daarvoor zijn extra maatregelen nodig. We plannen vier maatregelen voor meer verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum. In de spitsuren is het heel druk aan het Heile Hartcollege in de Stationstraat, Processiestraat en Olmstraat. We hebben verkeerstellingen uitgevoerd aan de schoolpoort in de Processiestraat. 54% van het verkeer komt er uit de Marcel Windelstraat. Dit verkeer dwarsst hierbij de Stationstraat en Olmstraat om verder richting centrum te rijden. Dit zorgt soms voor verkeersongevallen in de Stationstraat en Olmstraat. We stellen voor om in de Marcel Windelstraat een richtingsverkeer in te voeren vanaf de Stationstraat tot aan het Park Kazier. Auto's zijn enkel toegelaten van de stationstraat naar de Marcel-Windelstraat. Voetgangers en fietsers kunnen beide richtingen blijven volgen. Met deze maatregelen halveren we het verkeer aan de schoolpoort in de Processiestraat. Er zal 25% minder verkeer zijn in de stationstraat richting Noorderlaan. Fietsen in de Marcel-Windelstraat zal veiliger zijn en er komt daar ruimte voor een breder voetpad. In de leefbuurt van de Jan Boekaartstraat en Marcel Windelstraat zal er bovendien nog weinig doorgaand verkeer zijn. We vroegen ons af of het mogelijk was om ook het verkeer aan het Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Instituut te halveren. Gelijktijdig onderzochten we of het mogelijk was om de markt verkeersvrij te maken. Eerst hebben we de zone op de markt tussen de kerk en het pand bekeken. We stellen voor om het verkeer van de Stormstraat rechtstreeks naar de stationsstraat te laten rijden. Verkeer van de Olmstraat over de markt naar de Keukeldam is dan ook niet meer mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen wel alle richtingen over de markt blijven volgen. Zo creëren we een verkeersvrij plein tussen de kerk en het pand en halveren we ook het verkeer aan de schoolpoorten in de Keukeldam. Aan de achterzijde van de markt laten we wel nog verkeer toe naar de Stationstraat. Dit is nodig om voldoende toegangen te behouden binnen de ring en tussen de Stormestraat en de Stationstraat. In deze zone van de stad zijn er immers 1530 woningen, twee secundaire scholen, één lagere school en meer dan 200 handelszaken. De enige toegangen tot dit stadsdeel zijn de Stormestraat, Vennestraat, Olmstraat en Markt. Er blijven onvoldoende toegangen tot dit stadsdeel over als we geen verkeer via de markt meer toelaten. Tijdens de wegenwerken in de Noorderlaan en Westerlaan hebben veel bestuurders de route van de Vijfse Weg via de Noorderlaan, Olmstraat, Processiestraat, Verhelststraat, Stormestraat en Meerstraat ontdekt om naar de omgeving van het pand te rijden. Zelfs nu, na de voltooiing van de werken, blijven veel bestuurders deze route door het centrum gebruiken. Dit is dwars door een leefbuurt en de schoolomgeving van het Heilig Hart College. We stellen voor om de Meerstraat af te sluiten aan de Stormestraat, behalve voor fietsers en voetgangers. Dit zal zorgen voor minder verkeer in de leefbuurt en in de schoolomgeving van het Heilig Hart College. Waregem Zuid blijft vlot bereikbaar via de Ring. In het mobiliteitsplan van 2012 staat dat we minder doorgaand verkeer willen in de Noorderlaan en Westerlaan. In deze omgeving steken dagelijks honderden scholieren de ring over om naar de scholen in het centrum te gaan of naar de scholen op de wijk het Gaverke. Komende van de Vijfse weg is de route voor het doorgaande verkeer via de Oosterlaan en Zuiderlaan. De aangewezen route van de Expressweg naar Waregem-Zuid is via de Verbindingsweg en de Zuiderlaan. Veel bestuurders uit de richting Wielsbeken rijden via de jozef Drie Driekoningenstraat en Henri-Lebbestraat naar de Zuiderlaan. Dit zorgt voor conflicten met de vele fietsers die dagelijks via de jozef Dutois-Straat en Henri-Lebbestraat naar het centrum fietsen. Wij stellen voor om de rotonde op het kruispunt van de Zuiderlaan met de Meerstraat als kluifrotonde aan te leggen. Dit zal het verkeer komende van de Vijfse Weg en van de Expressweg stimuleren om aangewezen routes naar Waregem Zuid te volgen. Fietsers en voetgangers kunnen de rotonde in alle richtingen volgen. Van de Stormenstraat kan je via het Kwaastraatje naar Waregem Zuid rijden. Bij het invoeren van een Kluifrotonde in de Zuiderlaan aan de Meerstraat moeten we vermijden dat dit een sluiproute wordt. We stellen voor om de rijrichting in het Kwaastraatje om te draaien. Autos kunnen van de Meerstraat nog naar de Stormestraat rijden. Voetgangers en fietsers kunnen beide richtingen blijven volgen. In het mobiliteitsplan bakenen wij een aantal leefbuurten af in het centrum. Twintig jaar geleden zouden we deze straten aangelegd hebben in functie van het autoverkeer en waren voetpaden en groen Ondergeschikt aan het verkeer. Tegenwoordig zijn de uitdagingen in een moderne stad veel groter. Straten in leefbuurten dienen er anders uit te zien dan handelstraten of invalswegen.